Stel, je bent een jongere in Houten tussen de 14 en de 21. Je hebt al best wel een sterke mening over hoe je de Houtense samenleving ziet. Misschien heb je al een keer gestemd, maar misschien ben je daar nog te jong voor. En hoe laat je dan je stem horen aan de politiek? Daarvoor is bij ons aangeschoven Martine Hogeraad van de Jongerenadviesraad, oftewel Jong Houten. Kan je eens wat vertellen over wat de Jongerenadviesraad doet en waarom het is opgezet? Nou ja, het is ten eerste een initiatief geweest van Shine. Die probeerde dingen te regelen met de gemeente, maar merkte eigenlijk een heel grote kloof daartussenin. En toen zeiden ze van, wat als wij nou een jongerenadviesraad opzetten en op die manier gewoon contact gaan zoeken met de gemeente. En dat hebben we doorgezet. En nu is het dus het idee dat wij adviezen geven aan de gemeente. Dat kunnen wij doen over onderwerpen die wij heel erg belangrijk vinden. Of wanneer de gemeente naar ons toe komt met, hey, we hebben dit onderwerp en daar willen we heel graag dat we ook de mening van jongeren over hebben. Zo gaan we ook met de gemeente in gesprek over de begroting, hoe daar de jongeren in vermeld zijn. Oké, en hoe kiezen jullie dan die onderwerpen wat jij belangrijk vindt? Want ik kan me ook voorstellen dat elke jongere misschien weer wat anders belangrijk vindt. Ja, we zitten ten eerste met een groep van, denk nu, 20 jongeren dus in die raad. Waardoor we dus echt best wel veel verschillende meningen krijgen. En dan is het dus dat we iemand kan gewoon zo'n idee inleveren. En dan gaan we daar dus een vergadering over besluiten. Zo van, vinden we dit echt belangrijk om over te gaan praten? En dit kunnen ook gewoon jongeren in Houten kunnen ook naar jong@houten.nl volgens mij een mailtje sturen met, hey, ik zou dit heel graag in Houten willen zien. Zouden jullie me daarmee kunnen helpen contact te zoeken met de gemeente? En dat zijn dus dan ook de ongevraagde adviezen waar wij ook naar willen luisteren. Precies. Dus jullie vragen ook echt aan jongeren van, goh, laat het ons ook gewoon weten. Ja. Of kom een keertje langs. Zou dat dan ook kunnen bijvoorbeeld? Ja, we hebben volgens mij over 2 weken weer een vergadering. Die gaat over de dealers in Houten. En daar wil de gemeente heel erg graag ook de jongeren input over horen. Die vergadering, die zijn we van plan echt groots aan te pakken, dat iedereen gewoon mag komen. Juist omdat dat een onderwerp is wat bij heel veel jongeren belangrijk is, dat dat gewoon op een goede manier wordt geregeld. En binnen de jongerenraad zijn er zelfs al mensen die echt hele vriendengroepen proberen uit te nodigen. Die er echt direct contact mee hebben om goed elke mening te laten overkomen. En zo'n onderwerp, is dat dan, zoals die drugsdealers, iets wat vanuit de gemeente naar jullie toe is gekomen? Of kwamen jullie daar zelf mee? De drugsdealers is eentje die van de gemeente afkomt. Daar hebben we toen een gevraagd advies van gekregen van, hoe zien jullie dat we dit moeten aanpakken? En daar zaten wij zo van, het voorstel wat jullie geven als oplossing zien wij eigenlijk niet goed voor ons. Mm. Waardoor we zo'n mailtje hebben teruggestuurd en hebben gezegd, we gaan hier dan over praten. En dan hopen we met een beter advies te komen wat ook meer aansluit op de jongeren. Oh, ik vind het wel heel stoer. Dat je, zeg maar, als ze dan met jou bij jou komen van, wat vinden jullie ervan? Om dan gewoon te zeggen, nou, dit vinden we echt geen succes. Ja. Is dat dan kicken dat je zegt, oh ja, ik wil hiermee verder, of dit wordt nu mijn ding? Ja, zeker. Soms is het ook dat we, het is natuurlijk wel, het onderwerp moet echt bij je liggen. Maar je hebt altijd zoveel mensen die bij een onderwerp dan echt zo zitten van, ja, ik vind dit kicken, ik wil hierover doorgaan. Dat we elkaar ook gewoon heel erg daarmee ophypen om echt een goed gesprek daarover te hebben. En daar ook voor mensen te regelen. Want we hebben ook de mogelijkheid van de gemeente om dus ambtenaren te regelen om over een onderwerp te praten als we dat nodig vinden. Ja, dus ja, en ik kan me ook voorstellen dat als jou om een mening wordt gevraagd, dat het dan ook veel leuker is om je daarin te verdiepen en om mee bezig te gaan. Als je het gevoel hebt, ik kan echt iets veranderen. Ja, dat is zeker waar. En als je dan kijkt naar jouzelf, want jij studeert natuur en scheikunde als ik het goed heb. Is dat dan ook meer dat dan daar jouw focus qua onderwerpen ligt? Of is dat veel breder? Ik denk dat dat veel breder is, omdat natuur en scheikunde is best wel theoretisch. Dus ik denk meer dat ik juist meer de structuur van de jongerenadviesraad een beetje leid. Want ik ben ook de secretaris binnen de jongerenadviesraad. Ja. Waardoor ik dus eigenlijk meer zorg dat iedereen anders de taken kan uitvoeren. Oké, dus je studie is dan wat meer theoretisch. Ja. En hier kan je lekker in de praktijk dingen doen. Ja. Oh, een mooie combi. We hebben ook even de Houtenaren gevraagd op straat of zij de Jongerenadviesraad eigenlijk ook kennen. Heeft u ooit gehoord van de Jongerenadviesraad in Houten?
Ja, ik heb er wel wat van gehoord. Ja. Ken ik niet, sorry. Dan gaan ze advies geven aan de overheid. Om eerlijk te zijn, niet. Wat vindt u ervan dat er zo'n adviesraad is specifiek voor jongeren? Dat hartstikke goed is. Nou, lijkt me een hele goede zaak. Waarom dan? Omdat ja, jongeren, dat is de toekomst. Ja, dat klinkt een beetje cliché, maar de beslissingen die nu worden genomen gaan ook heel erg over de komende jaren in hun leven. Ja, ik vind dat heel goed. Ik vind het fijn dat ze jongeren in ieder geval ook inspraak hebben wat er leeft binnenhoudt en wat ze wensen en wat ze willen. Dus ik denk dat het alleen maar goed is dat er zo'n orgaan is. Ik denk dat het heel erg goed is om ook jongeren een stem mee te geven als het gaat om welke keuzes we maken voor Houten. Omdat jongeren natuurlijk ook echt onderdeel zijn van onze samenleving. En in welke onderwerpen denk je dat het dan extra belangrijk is tot ze input hebben? Misschien wel iets in cultuur. Wellicht ook iets in wat voor activiteiten er kunnen zijn voor jongeren in Houten. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat jongeren zelf aan het woord kunnen zijn over waar ze elkaar willen ontmoeten in Houten. Of dat nou gaat over jongerencentra of over buiten op straatje locaties. Ik denk dat het allemaal heel erg belangrijk is. Ook over het uitgaansleven kan ik me voorstellen dat jongeren daar ook een mening over hebben. Ik vind dat dan toch wel bijzonder om te horen. Want ik zou zelf ook denken aan dat het jongeren vooral gaat om waar kan ik chillen. Maar jij hebt het eigenlijk over hoe pakken we drugsdealers aan. En dus dat is wel ook wat serieuzer. Ja, sowieso hebben we het ook wel over waar kunnen we chillen gehad. Ja. Maar we hebben ook gewoon zorgen over klimaat, over woningen en... Dat zijn dus ook dingen waar we ons mee bezighouden. Dus het is niet alleen maar hoe kunnen we eigenlijk deze jongerenraad gebruiken om het leukste uit Houten voor de jongeren te halen. Maar ook hoe kunnen we hier een toekomst opbouwen. Ja, precies. En daar een balans in vinden is soms een beetje lastig. Van waar ga je heel veel aandacht aan besteden? Maar tot nu toe kunnen we dat gewoon best wel goed mengen. En ja. Daarvoor ben je natuurlijk ook secretaris, ja, om dat een beetje in banen te leiden. Ik kijk even naar de overkant. Helma, jongerenadviesraad, had je er al van gehoord? Nee, ik had er niet van gehoord. Ik vraag me eventjes af bij welke leeftijd... 14 tot en met 21, dacht ik. Ja, oh, okay. We hebben ook een paar ouderen, maar 14 is wel de ondergrens op nu, op het moment. Maar ja, als je niet helemaal tussen die leeftijdscategorieën valt, mag je nog steeds wel langskomen. Want Helga, Helma. Je had ook willen doen. Nee, maar goed, ik heb kleinkinderen. Dus die wonen ook in Houten. Ja. Dus dan denk ik van bij welke leeftijd begint dat? Ja, precies. Er zijn misschien best kinderen op de basisschool die al ideeën hebben. Ja, basisschool, dat valt dan bij jullie er een beetje uit. Maar zie je dat ook nog gebeuren, dat er misschien een nog jongere adviesgroep komt? Zover ik weet bestaat de kinderraad al wel. Dus dat zou dan een optie zijn. En dat, volgens mij is dus de jongerenadviesraad meer bedoeld voor middelbare scholieren en leeftijden daarna. Maar de kinderraad die bestaat dus wel en dat is dan voor basisschool. Scholieren wel een optie. Okay. Ja, ik wist daar niks van. Nou, een goede aanvulling nog inderdaad. Als jullie zo kijken rondom Houten, is er op dit moment al genoeg aandacht voor jongeren? Corinne? Nou, ik denk het eigenlijk niet. Nee, er kan nog best veel meer aandacht aan besteed worden. Ja, Houten vergrijst natuurlijk denk ik ook wel, maar er zijn nog altijd heel veel jongeren die huisvesting zoeken, die tegen problemen aanlopen. Ja, want Martine, merk jij dat ook? Dat je zoiets hebt van, het wordt heel erg op de vergrijzing, wordt heel erg meegenomen, dus daar gaan meer de plannen over en minder op de jongeren? Nou, niet per se, want we richten ons echt wel op de jongeren en ook een van de dingen... waar we ons ook best wel mee bezighouden is dus dat de twee jongerencentra die er zijn, dat zijn Shine en Enter, waarbij Enter eigenlijk dat gebouw staat bijna te vervallen. Dus of dat ze daar nog voor het eind van het jaar in kunnen blijven is een vraag. En Shine zit in het oude politiegebouw, dus dat kan ook zijn dat die daar weg moeten, waardoor eigenlijk de jongerencentra die er zijn zeer onzeker zijn. Ja. Wat ook best wel een heftig onderwerp voor ons is om over te praten. Ja. Ja, dat helpt dan al helemaal niet mee als je toch wat vergrijzing ziet. We lazen in het nieuws... Ja, daar was ik al benieuwd naar, want ik hoorde jou iets zeggen over klimaat. Dat een van de mogelijke onderwerpen is. Ja. En inderdaad, in het nieuws was laatst dat 1 op de 5 jongeren stress heeft van het beeld van de klimaatverandering naar de toekomst. Hoor je dat ook veel bij de adviesraad? Hebben jullie het daarover? Ja, sowieso was het in het begin een van de onderwerpen waar we sowieso aandacht aan gingen besteden. En
We hadden deze donderdag ook nog een gesprek daarover ter voorbereiding van deze talkshow. En daar kwam eigenlijk uit dat iedereen op een manier wel stress ervaart. Al is het in de meeste gevallen meer de onmacht die het heel erg lastig maakt van... We kunnen klimaatverandering niet meer helemaal terugdraaien, want daarvoor is het gewoon al, zijn we al te ver heen. En daarnaast is het ook heel moeilijk om als jongere in je eentje stappen te zetten. En ook protesteren we heel veel, maar de veranderingen zijn nog best wel klein. En dat is best wel lastig om je zo machteloos te voelen. Ja, dat snap ik wel. En je zegt we protesteren heel veel. Doen jullie dat dan zelf ook met de Adviesraad Houten? Ja, omdat we dus nu nog pas een jaar bestaan. Nog niet, maar ik zie dat wel als een mogelijkheid. En want we hebben het dan nu over jongeren van 14 tot 21. En wat ik nu hoor, heel bevlogen. Dat vind ontzettend. Ik opvallend. Het stemmen is nu vanaf 18. Er zijn wel wat signalen dat mensen zeggen, goh, dat moet vanaf 16 worden. Ja. Hoe denken jullie daarover? Nou, waar wij sowieso meer over denken is dat heel veel jongeren op dit moment niet willen stemmen of niet... zich niet mogelijk achten om te stemmen, omdat ze te weinig van de politiek afweten. En wij gaan dus eigenlijk vooral meer jongeren proberen te informeren om juist te gaan stemmen, omdat het toch wel iets heel erg belangrijks is om dat te doen. En we zitten daar dus ook aan te denken om dan een jongerenstembank ergens op te richten, zodat ze er al eerder in aanraking mee kunnen komen voor hun 18e. Precies, een soort oefenen van wat is stemmen en... Dat je een reden hebt misschien of een directe aanleiding om je er wat in te verdiepen. Want ik kan me voorstellen dat als je er meer van weet, wat jij ook zegt, pleiten voor meer informeren. Ja. Dat het ook gaat leven en dat het ook leuk wordt om erover na te denken. Nou, dat lijkt me een hele mooie dat jullie daar nu ook een rol in spelen. Ik was nog eventjes benieuwd, want je noemde het net al even. Je kan via de site je aanmelden, opgeven of wat insturen. Ja. Want jullie zijn nu met z'n 20'en. Kunnen er nog mensen vast bij? Of hoe gaat dat in de praktijk? Sowieso, we hebben een Instagram. Ik weet even niet precies hoe die heet. Maar daar kan je ons eens op volgen. We hebben dus een e-mail waar je mailtjes naar kan sturen voor ongevraagd advies. En het is sowieso mogelijk om elke... Nou, we vergaderen om de donderdag om gewoon een keertje aan te sluiten. Als het goed is, melden we dat dus ook op de Instagram wanneer onze vergaderingen zijn. En dan kan je gewoon binnenlopen. En als je dus dan zegt zo van ik wil echt lid worden, dan is dat eigenlijk dat al genoeg. Dan zetten we je in de groepsapp en dan kan je gewoon komen wanneer je wil. Dus het is eigenlijk best wel laagdrempeliger. Is niet een hele enquête of... En als je denkt, ik wil gewoon eerst een keertje luisteren. Dan kan dat ook. Kan dat ook. Ja. Dat laagdrempeliger dan dat lijkt het me haast niet mogelijk. Dankjewel Martine en heel veel succes. En ik hoop dat het ook echt een groot succes wordt in Houten.